Martini Plaza schrijft ook de komende jaren waarschijnlijk rode cijfers. Dat blijkt uit een notitie van de gemeente. Het tekort voor dit jaar wordt 800.000 euro. Omdat er voor de jaren daarna een te optimistische groei is vastgesteld, worden er dan ook verliezen verwacht. Het gevolg is dat Martini Plaza een lening van de gemeente Groningen van 13 miljoen euro voorlopig niet kan afbetalen.